Gabor, het seizoen is weer begonnen. Ik denk dat dit jaar de verwachting is dat het, ja, hoort het al van mij afvloed, maar ook namens jou wel beter gaan doen de afgelopen jaar, denk ik. Hè? Wat gaat er vooral veranderen, denk je? Nou, sowieso dat willen we doen natuurlijk. En als je gewoon de afgelopen seizoen vergeten, we willen niet eens over praten meer. En als je ziet, dan met een complete nieuwe selectie, we hebben vandaag begonnen. Ja, we zijn benieuwd natuurlijk naar een paar weken voorbereiding, waar staan we, hoe we met elkaar kunnen spelen en vinden. En daarna komt natuurlijk een doorstelling van de club uit. Dus ik ben heel benieuwd en heel optimist natuurlijk, net als altijd elke jaar voor de competitie. Dus wij beginnen nu gewoon keihard werken. Wij hebben 6 weken, 5,5 weken voor de competitie start. En daarna zullen we zien. Je bent even op Curaçao geweest, zeg maar, de afgelopen eindperiode. Simling heb je ook even kunnen zien spelen, denk ik, tegen Ajax. Wat was jouw indruk over hem, de nieuwe aanwinst? Nou kijk, jij zit sowieso niet bij een ploeg als Udinese, ondanks dat hij heel weinig gespeeld door blessure vorig jaar. Een hele goede indruk gemaakt op ons op Curaçao. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij hier in Nijmegen gaat verder ontwikkelen. En ik hoop dat wordt misschien in de tweede Christian wat doet. En daarna kunnen wij alleen profiteren. Even met de aanval, zeg maar. Ik denk dat er nog wel iets bij gaat komen. Ja, ik denk dat ook wel nodig is, toch? Ja, dat klopt. En dat is ook aangegeven voor de training. Dat wij hebben nog versterking nodig voorin. Achterin bijna de positie dubbel bezet. Ook in het middenveld ook heel goed staat voor. Alleen wij hebben inderdaad aanvallers heel weinig nog. En daar moet zeker 2-3 spelers bij komen. Omdat natuurlijk wij moeten doelpunten maken. En dat was een van de grootste problemen vorig jaar. De doelpunten waren heel weinig. Dus ik hoop dat de club kan goed slagen in de volgende weken. En dan kunnen wij met een hele goede gevoel beginnen de competitie.